Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Gianan Schraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 76 alweer hier in Japan. We komen alweer tegen het einde van het seizoen aan. Extra snel namelijk. Broer, het is allemaal geen probleem. Heb je die vorige video gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan direct voor het ietsje. Klik erop en zie je die video verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer wekelijkse My Team Career Mode content. We hebben 94 punten voorsprong gepakt op Max Verstappen. Dus ik verwacht wel dat wij deze race dat we kunnen gaan uitbreiden. Er komen niet zoveel updates aan. Waarom? De auto is al bijna helemaal tot het maximum. Dus verwacht dat wij heel veel resource en development punten overhouden aan het einde van het seizoen. Tenzij er een regulatieverandering komt. En ja, dan moeten we de dingen die dan kwetsbaar worden, moeten wij dan in bescherming nemen door resource en development punten in te leveren. Goed verhaal. Teams zijn ons wel wat genaderd. Dus het kan een spannende strijd gaan worden. Wonnen de vorige race in Singapore met als snelste race rondpunt. Max werd helaas vierde die race. En zit nog met Albon, Charles Leclerc en Carlos Sainz in gevecht om die P2. Wij zijn eigenlijk zo goed als zeker coureurskampioen. Kunnen vandaag trouwens ook constructeurskampioen worden. Zou mooi zijn dat dat gaat gebeuren. Dat had u echt niet verwacht. Moeten hier een rivaal gaan kiezen en het wordt gewoon Charles Leclerc. Thanks. En daar moeten wij dus tegen gaan strijden. Maar goed, heb je die vorige video gemist? Nogmaals, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan recht voor het ietsje. Klik erop en zie die video verschijnen. En nogmaals, het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Zal ik dat zeker weten even doen. En schakel ook een belletje aan, zodat je geen enkele race meer van me mist. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. En dan gaan we gewoon lekker door naar de kwalificatie voor aflevering nummer 76 hier in Japan. Dan zijn we aanbeland bij kwalificatie deel nummer 1. Het is hier aan het regenen en moeten op de intermediate een tijd gaan neerzetten. Hopelijk kunnen wij door naar Q2. Het zou mooi zijn als dat gaat gebeuren. Kijken wat Max Verstappen kan in de auto. We doen het hier heel voorzichtig aan, daar wel iets te wijd. Maar voor de rest een prima ronde tot nu toe. We zitten een tiende boven de tijd van Sergio Perez. Laatste paar bochten. En Norris noteert de snelste tijd met een 1.40.429. En wij noteren een 1.40.924. Komen ruim 14e tekort op Lando Norris. Dus gaan er nog een keer voor gaan zitten. Voor nog een extra ronde erachteraan. Ietsjes te wijd daar. Maar pakken de tijd goed in sector 2. 1,4 seconden zijn we los. Met paars in sector 2. 19e sneller dan Lando Norris. De laatste paar bochten. Klein beetje overstuur op de exit van die laatste bocht. Maar wij laten een 1.39.401. De snelste tijd noteren. Goed gedaan. Nog steeds de snelste tijd in Q1 als de klok over anderhalve minuut op 0 staat. En wij gaan er nog een keer een ronde noteren. Om er zeker van te zijn dat wij niet veel verdere posities zakken. Want nu gaat iedereen naar buiten voor een tweede run. Want die baan is droger geworden. Er is minder regen op het circuit. Het is alleen nog maar nat. En dan zijn we aanbeland bij het einde van Q1. De vlag hangt uit. Piastri naar 3. Latifi naar 5. Piastri nu naar 4. Beide zijn naar P6 gegaan. Albon naar de snelste tijd. Verstappen naar de snelste tijd met een 1.37.371. En wij staan, ik denk op een 7e positie. Jazeker, in Q1 toch goed gedaan. Heel erg goed. Aanbeland bij Q2 als het echt droog begint te worden. En hier vergalopeer ik mij in de laatste bocht. Ik had namelijk niet zoveel snelheid verwacht.
Maar goed, geen probleem. Krijgen er geen straf voor, dus dat is goed om te zien. En kijken of wij het met één run kunnen gaan doen. Dat we een setje softbanden uit gaan sparen voor in de wedstrijd. Einde van mijn eerste run en hopelijk laatste run in Q2. Met paars in sector 2. Zijn 3,9 seconden sneller dan Dan Ticktum. Staan op dit moment op een vierde positie. En dan zijn we aanbeland bij de laatste bocht. En dan laten wij een tijd noteren van een 1.33.018. Snelste tijd in Q2. Dan zijn we aanbeland bij het einde van Q2. DRS is dus nu wel weer beschikbaar gesteld. Goed gedaan, dus daarom wil ik nog graag een ronde doen. Iedereen is nu naar buiten voor een outlap. En kijken of die ons niet in de weg rijden. Daar hebben we bijvoorbeeld Kevin Magnussen. En gaat daar niet zo handig aan de kant. Heeft ons wat tijd verloren. Ongeveer 2 minuten op de klok. Als wij doorverwezen zijn naar een vierde positie met paars in sector 1 en 2. Komt allemaal door die DRS. En omdat de baan droger en droger begint te worden en is geworden. En hier dan DRS beschikbaar. Kortere lijn nemen naar start-finish. En dat is de snelste tijd met een 1.29.478. Goed gedaan. Zijn we aanbeland bij het einde van Q3. En we laten iedereen hier voorbij gaan. We laten iedereen hier voorbij. Om als enige een run te doen op één setje banden. We stappen ook aan ons voorbij. En met nog ongeveer 1 minuut en 30 seconden op de klok gaan wij proberen om met 1 setje te doen. Het zou mooi zijn als dat gaat gebeuren. Beetje wielspin om die achterbanden goed op te warmen. En dan gaan we gewoon beginnen voor onze laatste run in Q3. Hier draait het om voor de pole position. DRS geopend. En nog ongeveer 1 minuut en 10 seconden op de klok. De rest zit niet zo ver van elkaar vandaan. Er zijn behoorlijke gaten op het circuit. S-secties nemen wij heel erg goed en zetten groen in sector 1 neer. 1,8 seconden sneller dan Perez. Ik keek verkeerd, sneller dan Perez. De vlag hangt uit in Q3. En wie pakt er pole position? Max is al over start-finish. Wij komen nu over start-finish. En wij laten een 1.28.786 noteren. En dat is de pole position voor de grote prijs van Japan. Goed gedaan. En zijn ruim 19e harder dan Max Verstappen. Albon naar 3. Sainz 4, Gasly 5 en de rest zie je allemaal in beeld en is het op naar de race voor aflevering nummer 76 hier in Japan. Daar gaan we dan. Welcome along then to the magnificent Suzuka International Circuit, a stone's throw away from Issei Bay in the beautiful Japanese countryside. What surprises lie in wait for us today in the Japanese Grand Prix? A lap of this historic racetrack covers 3.6 miles, the only time during the season we race on a figure of eight circuit. And the drivers can expect some intense G-forces through the 18 corners on offer here as they experience some of the highest average apex speeds on the Formula One calendar. Keep an eye out for overtakes into the final chicane. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. The professor lines up on pole position, edging out Max Verstappen, who will start from P2. Moving on to the rest of the grid, we have Albon, Sainz, Pierre Gasly, and Leclerc, Perez, Tsunoda, Russell, and Fernando Alonso, Ticktum, Latifi, Oscar Piastri, and Magnussen, Stroll, Mick Schumacher, Lando Norris, and Teo Pourchaire, Richard Vachon, Joe, Schwartzman, and Esteban Ocon lines up at the back of the grid. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track where preparations are underway. It's an absolute pleasure to be joined once again
by Anthony Davidson. Let's talk about the Professor. What do you make of their performance so far this season? It's been a really solid year so far. There have been some incredible standout performances, but what's really impressed me has been the consistency. With this kind of form, I'm expecting another great race today. After the points finished last race, let's aim to keep that momentum going. Dat momentum na de vorige wedstrijd moeten wij dus meenemen. In deze wedstrijd geen regen voorspeld. Medium hard is de strategie. Nemen wat minder brandstof mee dan normaal. Omdat ik denk dat we genoeg brandstof bij ons hebben. En dan gaan we gewoon beginnen voor de formatieronde hier in Japan. Starten op pole position met Max Verstappen naast ons op P2. Albon op P3. Sainz gaat een gooi doen voor een podiumplek. Omdat hij op de zachtste band start. Ik denk dat iedereen op de mediumband start. De rest start op de mediumband, moet ik eigenlijk zeggen. En dan zijn we aanbeland bij de startprocedure. Hoe goed komen wij onze gridslot in? Wat kan Verstappen? Wat kunnen wij? We komen heel erg netjes in onze positie terecht. En dan gaan we om beginnen voor aflevering nummer 76 hier in Japan. Voor de grote prijs van Japan natuurlijk. Op het circuit van Suzuka. Met Max Verstappen op P2. Ontzettend dus op pole position. Sainz op P4 met die zachte band. De lampen gaan aan voor de grote prijs van Japan. En ze zijn uit en we zijn onderweg komen. Goed van onze startplek. En gaan dan gelijk die binnenkant verdedigen ten opzichte van Max Verstappen. Sainz is goed weg. Heeft Albon al te grazend genomen? Nee, Albon pakt hem weer terug. En wij behouden de leiding in de eerste bocht. Max gewoon naar P2. Sluit gewoon mee aan. Goed om te zien. Geen posities gewonnen en verloren tijdens de start. Zo moeten we het dus doen. Albon naar 3. Sainz 4. Gasly op P5. Geen gele vlag. Geen uitvalbeurten. En we zitten aan het einde van de eerste ronde van de race. Als Albon en Sainz in gevecht zijn voor P4... Die gaan elkaar ophouden, maar Max gaat ook een aanval doen op ons. Jazeker, Max Verstappen via de buitenkant. Wij laten het zelfs reeds onder noteren. Kan Max er langs? Max kan er niet langs. Wij behouden de leiding in ronde nummer 2. En laten even een 1.34.674 noteren als snelste raceronde. Sainz voorbij aan Albon. Jazeker, in ronde nummer 5 is het. Als ze daar een klein foutje maken, maar dat is geen probleem, want het gat naar Verstappen is 1,52 seconden geworden. Groot zat, dus maak je maar niet druk. We zitten weer in de zesde ronde van de race. Albon op P4 volgt Carlos Sainz. Gat naar Sainz is inmiddels 3,3. Wij rijden weg van de Spanjaard en ze hoort het ook. Dan ben ik benieuwd of Verstappen ons kan bijhouden. Gat is 1,3. Ronde nummer 12 is het, als het gat naar Max 2,3 is geworden en we gaan ronde nummer 13 alweer in. En laat even de snelste race ronde noteren met een 1.31.673. De pit window is open, gaan naar de harde band. En Sainz is naar binnen gedoken, Albon op P3, Gasly 4, Tsunoda voor het thuispubliek op P5. En wij gaan zo lang mogelijk door, want ik wil Verstappen graag overcutten. Einde ronde nummer 14. Als wij daar een blauwe vlaggenwagen krijgen en Max Verstappen gaat proberen de undercut te plegen op ons. Gaat eerder naar binnen dan gepland. En wij moeten nu zo hard mogelijk stampen als dat kan. Blauwe vlaggen voor Lance Stroll. Die ons moet voorbij laten in de wedstrijd. Doet hij niet zo mooi. En we moeten daar even afremmen, omdat Stroll daar op een heel raar punt even van zijn gas ging. Dan gaan we in diezelfde ronde naar binnen in ronde nummer 15. En krijgen de auto mooi afgeremd. Het zou gewoon groot genoeg moeten zijn, dat gat naar Max en mijzelf. 26 seconden. Voor een pitstop heb je ongeveer 24, 23 seconden nodig. 2,5 een prima pitstop en komen... Gewoon weer aan de leiding, weer de baan op. 23 seconden nodig voor een volledige pitstop. En komen weer terug aan de leiding in ronde nummer 16 van de wedstrijd. Nog 11 rondes te gaan in de race.
Max op P2 daar een klein momentje overstuur vanwege die koude, harde banden. Die moeten op temperatuur zien te komen. Zitten in ronde nummer 20 van de wedstrijd als het gat naar Max geslonken is op 3.7. Moet groter en groter worden. 4 seconden nu. Er zit temperatuur in die harde band. Jazeker. En George Russell is uitgevallen in de wedstrijd. George Russell valt uit. De vorige race was het Dan Ticktum. Nu is het George Russell die de strijd hier moet staken voor een Mercedes. Toto Wolff is niet al te blij, denk ik. Maar goed, dat boeit ons niet. Ronde nummer 22. Als wij daar weer iemand op een ronde gaan zetten. Het is denk ik weer Lance Stroll. Jazeker, het is Lance Stroll die alweer op een ronde wordt gezet door ons. Gaat naar Max is 5.1. En nog 5 rondes te gaan in de wedstrijd. MGUK heeft een probleem waardoor de batterij niet wil wat ik wil. Pak hier trouwens even het slipstream van Stroll en zijn er voorbij. Jazeker, aan de buitenkant. Let erop, zegt Mark Price, die anders moeten wij de auto staken. Nou, ik zie nog niks op mijn dashboard verschijnen, dus we kunnen er gewoon mee doorrijden. En daar is het geel, omdat Mick Schumacher een probleem heeft. Mick Schumacher heeft denk ik een lekke band. En de volgende heet dan, denk ik, Theo Poortje, die ons voorbij moet gaan laten. We zitten in ronde nummer 25 van de wedstrijd. Poortje laat ons hier mooi voorbij, jazeker. En wij zitten alweer met nog 200 te gaan, uitkijken naar een volgende race-overwinning. En dan komt die race-overwinning er ook, want we zitten in de laatste ronde van de race. Moeten brandstof gaan sparen vanwege de tank die leeg is. Geen probleem, gat naar Max is toch voldoende. Wij gaan hier weer een wedstrijd winnen, pakken een 1-2'tje voor het team. De volledige score hier alweer gepakt, goed gedaan. En dus op naar de volgende wedstrijd. That's a race win in your second race win in a row. Fantastic job. Not just victory today then, but the championship as well. What a spectacular season they've had. And congratulations to the whole team. So, Anthony, what made the difference out there today? I think it was clear what the main contributing factor out on track was, speed. I know it sounds like an awfully reductive statement, but fast cars win races, and we saw that today with our winner. The faces on our top three look so incredibly happy as they make their way up to the podium. A much deserved victory and a brilliant performance from them all. Nou, wij winnen dus hier bij de grote prijs van Japan. Pakken ook de snelste race op het punt. Max Verstappen maakt er een dubbel podium van. Een 1-2'tje voor ons. Sainz naar 3. Albon 4. Gasly 5. Tsunoda 6. Charles Leclerc 7. Perez 8. Alonso 9. En Lando Norris op de 10e positie. Pakt het laatste punt voor Red Bull. En één uitvaller, George Russell. En met dat 1-2'tje, met dat snelste regelpunt, betekent dat wij constructeurskampioen zijn geworden in seizoen 5. Jazeker, goed gedaan. De dubbel is eigenlijk weer zo goed als binnen. Want ja, wie pakt ons dit rijderskampioenschap nog af? Ik denk Verstappen helemaal niet. Komt die punten tekort voor? Die van de tijd breakdown met mijzelf en Charles Leclerc. Plus 7 voor mij, plus 3 voor Leclerc. Doen we goed. Team McLaren is level 27. Wij zijn level 21. Max is level 22. Doen we gewoon goed. Moeten gewoon vol zien te houden. Ik ben benieuwd naar het sponsorgeld en de schadevergoedingen. Van alle sponsoren cash binnengewerkt. $1.56 miljoen erbij. Helaas heeft Max 25k weggegooid.
75.000 dollar erbij. In totaal op de bank is het 15,49 miljoen dollar. Dus even doorsparen en dan kunnen we Max weer gaan contracteren voor seizoen 6. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat je echt genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, bedoel dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me wat je leuk vond. En trouwens nu op mijn gamekanaal. Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 22 My Team Career Mode content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus schakel ook gelijk dat belletje aan. Zodat je geen enkele race meer van me mist. En ja, nogmaals, volg me even op de sociale media. @GiannanSchraven op Instagram, Twitter en Facebook. Weet je niet hoe je moet intikken op je telefoon, iPad of PC? Kopieer dan mijn gebruikersnaam en plak het dan in de sociale media. Maar goed, ja, dit was Giannan mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.